Hele goeiedag. Vandaag een nieuwe tutorial over YouHodler. Dat is een platform waar je extra rendement kan verdienen op jouw crypto. En je kan uiteraard ook handelen op het platform. We gaan vandaag laten zien hoe jij geld en dus crypto op het platform kan krijgen. En hoe je ook je crypto weer van het platform af kan halen en dus kan uitcashen. Blijf dus zeker kijken. Laat er vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we snel van start met de video. Zoals sommigen van jullie wel weten, hebben we momenteel een gave competitie lopen in samenwerking met YouHodler. Dat betekent dus ook als je via het linkje dat onder de video staat, als je daarop klikt en een accountje aanmaakt, doe je automatisch mee aan de trainingcompetitie. Valt er $5.000 aan prijsgeld te verdienen, waarvan 1550 voor de nummer 1, 1250 voor de nummer 2 en zelfs plek 10 verdien je $100. En als je eventjes goed gaat tellen, zie je dat we op dit moment 10 mensen hebben die aan de competitie meedoen, waarvan de onderste slechts een paar honderd dollar aan volume gedraaid. Dat betekent dus ook, als je met een klein bedrag meespeelt, doe je al heel gauw mee voor de prijzen. Dus zeker aan te raden om mee te doen, kun je ook gelijk het platform leren verkennen, de verschillende tools uitproberen. En ik heb eventjes rechtsbovenin de tutorial toegevoegd over hoe het hele platform werkt. Ga het zeker even bekijken en als er uiteraard vragen zijn, stel die gerust onder de video in de comments. Het mooie aan YouHodler is dat ze niet een standaard lending platform zijn. Zij zijn veel meer dan dat. En daarnaast hebben ze goed nagedacht over hun businessmodel. En dat moet ook wel, aangezien ze namelijk gevestigd zijn in Zwitserland. Daar moeten ze aan hele strenge wetten en regels voldoen. En dat zorgt er dus ook voor dat ze volledig transparantie moeten bieden. Als je namelijk even naar de pagina gaat, youhodler.com/stats. Of je gaat even naar youhodler.com en je gaat vervolgens hier naartoe, company stats. Dan zie je mooi de groei van het platform, hè, dus de actieve users, dat gaat fors omhoog, één rechte lijn omhoog. Daarnaast ook hoeveelheid registraties, dat blijft lekker oplopen. Maar wat voor mij vooral van belang is, is het verschil tussen assets en liabilities. Er zijn veel meer assets aanwezig dan liabilities en dat betekent dus dat alles netjes één op één gebackt is. En dat betekent dus ook, stel er zou een tussen aanhalingstekens bankrun gebeuren, dat iedereen in één keer al zijn crypto eruit trekt, dan staat YouHodler dus, die hebben dus de zaken goed op orde, kunnen dat dus volledig dekken. In tegenstelling bijvoorbeeld tot een bank waarmee vaak fractioneel bankieren gebeurt. Dat betekent dat jouw geld vervolgens ergens anders weer wordt gebruikt om beleggingen mee te doen, dat soort zaken. En dat betekent dus, als iedereen tegelijkertijd iets uit de bank zou willen trekken, kan dat dus niet. Bij YouHodler kan het dus wel, als wij dus deze cijfers mogen geloven. Daarnaast op het gebied van veiligheid hebben ze ook een samenwerking met Ledger. Jawel, dat is Ledger van de hardware wallets. Zij hebben namelijk met het concept Ledger Vault alle cryptocurrencies veilig gestald. Daarnaast hebben ze ook een insurance fund van 150 miljoen. Mocht er namelijk door een of andere gekke hack of iets dergelijks iets gebeuren en je raakt een deel van je funds kwijt, dan kun je dat met dat fonds dus terugkrijgen. Goed, dan gaan we aan de slag met hoe je dus crypto op het platform kan krijgen. En wat ik altijd het makkelijkste en het prettigste vind om te gebruiken is een stablecoin, aangezien die stabiel is, hè, dus er gebeurt niet zoveel mee. Kijk, als je bijvoorbeeld XRP gebruikt, is het razendsnel, goedkope fees. Maar het nadeel daarvan is wel weer dat het volatiel kan zijn. Dus in de tijd dat jij de transactie doet, kan er iets met de prijs gebeuren. En dat kan dus ook in je nadeel werken. Ook in je voordeel uiteraard. Maar goed, liefst wil je een beetje een stabiele prijs als jij een of andere transactie aan het doen bent. Zeker als het een wat grotere transactie is. Dus wat doen wij namelijk? Dan moet je eens even kijken. We willen namelijk eerst ergens euro's op het in de markt gaan krijgen. En dat doen we door naar Bitfavo te gaan. Daar gaan we Ideal gebruiken om euro's te storten. En vanuit daar gaan we USDT kopen. En die gaan vervolgens hier naar YouHodler overmaken. Dus je moet zorgen dat je op dit platform en het platform waar je dus de crypto vandaan wil halen, moet je natuurlijk dezelfde type assets hebben. Nou, USDT is zowel op Bitfavo als YouHodler beschikbaar. Dus dat gaan we ook hier gebruiken. Vervolgens moet je dus op Bitfavo een adres invullen waar je uiteraard je USDT heen moet gaan sturen. En die kun je dus vinden op het platform waar je dus heen gaat sturen. Dus je gaat op YouHodler kijken en dan met USDT dus. En dan zie je mooi staan deposit. Klik je daar vervolgens op en dan krijg je een klein minuutje. En dan zie je hier verschillende netwerken staan. En je moet vervolgens op Bitfavo eventjes kijken welk netwerk beschikbaar is. Want ze moeten allebei overeenkomen. En je kan niet dat je bijvoorbeeld hier BEP20 doet en dat die op Bitfavo alleen ERC20 ondersteunt. Hè, het type netwerk. Dus je moet zorgen dat het overeenkomt als je de transactie gaat doen. Nou, ik weet dat Bitfavo altijd ERC20 ondersteunt met USDT. Dus daar klikken we dan vervolgens op. Nou, moet je het adres kopiëren.
copy. En vervolgens ga je dus ook naar Bitfavo toe. En daar moet je volgens het adres dadelijk gaan invullen. Nou, voordat we de USDT kunnen versturen, moet je eerst USDT hebben. Nou, ik heb even een klein beetje geld op Bitfavo neergezet. Dan zoek je het eventjes op. Ga je naar Tether toe. Dan koop je vervolgens bijvoorbeeld alles. Kun je hierop klikken of je vult het hier in naar keuze natuurlijk. Kopen, bevestigen en betalen. En bam, je hebt de USDT in de pocket. Vervolgens ga je naar opnemen toe. Want je wilt het graag van het platform afhalen. Nou, dan moet je dus een USDT-adres selecteren. Als je dus nog niet die van U-Haul ertussen hebt staan, heb ik hier natuurlijk wel. Dan moet je even naar een nieuw adres toe gaan. ERC20, doorgaan. Vervolgens kies je een naam, bijvoorbeeld U-Haul. En vervolgens vul je dus het adres in wat je net hebt gekopieerd. En check het altijd eventjes, hè. Dan gaan we weer eventjes terug. En check of die overeenkomt. Ja. Even hier nalopen. Komt overeen. Nou, ik heb het adres al toegevoegd natuurlijk. Ik bevestig dat hij van mij is. Indienen. En dan kun je hem dus toevoegen. Nou ja, ik heb hem dus al staan. Vervolgens klik ik hem dus ook hier aan. U-holden. Kies ik die. Doorgaan. Ga je naar ERC20. Hè, want die ondersteunt het. Hè. Dus je ziet dat alleen één netwerk wordt ondersteund. ERC20 hadden we net ook dus gekozen. Doorgaan. Vervolgens bepaal je hoeveel USDT je graag wil overmaken. Nou, doe bijvoorbeeld maximale, voorbeeldopname, opname bevestigen. En dan moet je dus je wachtwoord opgeven en de 2FA. En dan verstuurt hij hem dus richting U-Hodler. Nou, zo'n storting duurt meestal hooguit een paar minuten. Dus je moet er heel eventjes geduld voor hebben. Dan komt het snel binnen. En vervolgens kun je dus aan de slag hier gaan. Stel je wil nu je crypto weer van het platform afhalen. Kun je dat bijvoorbeeld ook weer doen met je stablecoins. Wat je dan dus doet is, je doet de tegenovergestelde weg van wat je net hebt gedaan. Dus je moet nu juist het stortingsadres hebben van Bitfavo. Dus dan gaan we die op Bitfavo eventjes ophalen. Ga naar Bitfavo toe. Gaan we naar USDT toe. Nu willen we graag storten hebben. Want we willen op dit platform storten. Nou, ERC20. Walletadres bekijken. Kun je die kopiëren hier. Vervolgens doe je dat dus ook. En dat kun je dus ook weer meenemen richting je U-Hodler account. Nou, dan ga je hier naar withdrawal toe. Dus dan klik je hier vervolgens op ERC20. Hè, we zagen net ERC20 wat ondersteund. Vervolgens moet je dus een keuze maken van ja, hoeveel wil je dus overmaken. Bijvoorbeeld $79 kan natuurlijk. Dan vul je vervolgens adres in. Wat we net dus hebben gedaan. Doe je gewoon met Ctrl-V. Dan kun je hem gewoon gelijk kopiëren plakken. Zorg ervoor dat je hem altijd eventjes verifieert. Hè, dat je zeker weet, oké, dat adres klopt. Ik heb het gecheckt. Ik heb het gedubbelcheckt. Vervolgens verzend de code. Dan komt in je mail krijg je dus een code. Die moet je eventjes invullen. En daarna kun je dus die code invullen. Withdraw. En dan kun je dus vervolgens je cryptocurrencies versturen. Weer terug naar Bitfavo. En vanaf Bitfavo kun je heel eenvoudig weer je USDT verkopen. Gaan we eventjes terug. USDT. Verkopen, verkopen het weer, hè, want dat heb je net binnengekregen. Verkopen, bevestigen en betalen, doorgaan. En vervolgens kun je dus heel simpel weer naar opnemen gaan. En dan kun je dus het geld wat je hier hebt staan, uitbetalingsoverzicht. En dan kun je dus vervolgens een uitbetaling aanvragen. En binnen 1 tot 2 of 3 werkdagen, geloof ik, staat het op je rekening. Met uit ervaring kan ik je zeggen dat het meestal, als je het op een werkdag doet, staat het binnen een paar minuten op je bankrekening. Nou, dan gaan we eventjes een van de features uitlichten. En dat is multiholder. Dat is de meest toegankelijke tool, vind ik persoonlijk, om actief mee bezig te zijn op U-Hodlen. Wat kun je namelijk doen? Je kan namelijk inzetten op een stijging of een daling. Stel, je hebt zoiets van, ja, ik ben er heilig van overtuigd. Bitcoin gaat de komende tijd dalen. We zijn uitgetopt en we gaan bijvoorbeeld naar 30.000 toe of naar 25.000. Of je verwacht zelfs nieuwe lows. Kun je dus bijvoorbeeld inzetten op een daling. Dan klik je hier vervolgens op. Klik je op down. En dan kun je dus vervolgens in gaan zetten op een daling. Met het bedrag wat je bijvoorbeeld hier hebt staan. Kun je ook een kleiner bedrag van maken. 20 of 40 bijvoorbeeld. En wat je dan vervolgens dus hier hebt staan. Is dus leverage. Ik zou dat persoonlijk altijd flink terugdringen. Hè? Dus hij staat hier automatisch op keer 50. Ik zet hem altijd zo laag mogelijk op keer 2. Want je vergroot dus je risico met keer 2. Maar ook je potentiële rendement met keer 2. We zitten op dit moment op 42.535.
Je kan dus ook ervoor kiezen, als je echt actief aan het trainen bent, om met een stoploss te werken en met een take profit. Dat is dus ook een optie. Bijvoorbeeld dat je zegt van ja, weet je wat, ik wil op $30.000, wil ik toch wel een stuk winst gaan verzilveren. Of ik wil graag mijn verlies nemen als wij boven de $45.000 gaan komen. Hè, dus dat is ook belangrijk als je dus actief wil gaan traden en je wil graag een stoploss en take profit gebruiken, kun je dat dus op deze manier doen. Klik je vervolgens op start en dan heb je hem dus gewoon geactiveerd. Datzelfde kun je dus ook doen, maar dan op de kop. Als je bijvoorbeeld zegt van weet je wat, ik verwacht dat Solana de komende maanden veel hoger gaat. En dat je dus bijvoorbeeld inzet op een stijging. Klik je vervolgens hier en kun je dus vervolgens ervoor kiezen met hoeveel USDT je dat kan doen. Wat nieuw is qua feature is dat je tegenwoordig ook ervoor kan kiezen om Bitcoin erop te zetten. Dus stel je hebt Bitcoin hier op het account staan, kun je dus ook Bitcoin als collateral voor jouw contract, kun je er ook voor kiezen. Dus kun je ervoor kiezen van ik wil graag in USDT, wil ik graag de winst krijgen of het verlies uiteraard, of ik wil dat in Bitcoin. Dus daar kun je tegenwoordig ook voor kiezen. Dus een nieuw feature, mooi om daar eens naar te kijken. Ook hier geldt weer, zet die leverage alsjeblieft gewoon omlaag. Hè. Ga niet te veel risico nemen, tenzij je echt weet wat je doet. Ook hier kun je gewoon weer met je stoploss gaan werken. Nou, stel, we staan nu op $99. Stel, we verwachten dat we richting $150 gaan. Dat gebeurt niet en ik wil graag mijn risico afdekken, dat ik bijvoorbeeld op 95 mijn stoploss neerzet. Dan heb je dus automatisch, mocht hij eronder komen, bam, dan knikkert hij hem eruit. Heb je een klein verlies en zo kun je dus ervoor kiezen om dus aan de bovenkant flink rendement te maken. En als het dus niet gebeurt, is het naast je idee, dan heb je dus slechts een klein verlies. En dat is gewoon een stukje risicomanagement, belangrijk om dat te hanteren. Klik je op start en dan heb je dus vervolgens ingezet op een stijging. Ik zeg dus niet dat je dat nu moet gaan doen, hè? Dus het is geen financieel advies, het is gewoon random gekozen. Maar dat is dus hoe dit werkt. Dan als laatste wil ik nog meegeven, dat vind je bij je profile. Zie je welk level je op dit moment bent. Ik ben jumpstart en dat betekent dat ik tot maximaal 12% rendement kan krijgen op als ik bijvoorbeeld mijn crypto uitleen. Dat kan oplopen naarmate je meer volume draait. En hoe hoger het volume, des te meer rendement je dus kan maken. En dat kan oplopen tot met 18% rente per jaar. Hou er wel rekening mee, tegenover potentieel rendement staat altijd potentieel risico. Dat is natuurlijk wel iets wat je altijd in je achterhoofd moet houden. Goed, al met al ben ik zeer tevreden over het YouHodler platform. Kun je ook terugvinden op Trustpilot. Daar staan ze ook heel hoog gerankt. Dus dat laat wel zien dat ook klanten zelf gewoon heel tevreden zijn. Wij gaan echt niet zomaar samenwerking aan. Als wij een bedrijf niet zien zitten, als wij denken van ja, wij vertrouwen dit niet, gaan we daar geen samenwerking meer aan. We krijgen meerdere aanvragen per week om een samenwerking aan te gaan. Maar YouHodler was echt een platform waarvan wij dachten, ja, dit is leuk, dit is waardevol en het is ook gewoon een goed platform. Het steekt goed in elkaar, het is veilig. Je kan er heel veel mee en je kan ook nog een mooi rendement mee maken. Dus dit is zeker een aanrader. Heb je verder nog vragen over het platform? Laat het ook zeker even weten. Vond je deze video waardevol? Smash zeker even op die duim. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Laters!